Natuurlijk zou ik liegen als ik zou zeggen dat PES 2017 mijn eerste voetbalgame ooit is. Dat was natuurlijk, ja, ik moest er heel lang de geschiedenisboeken in voorduiken, maar dat was FIFA 98 Road to the World Cup. Maar als ik zou zeggen dat PES 2017 een van de beste voetbalgames is die ik ooit heb gespeeld, zou ik zeker niet liegen. Welkom bij de review van PES 2017. Eindelijk is hij daar, PES 2017. Tegelijk met FIFA 17 is de oorlog om de voetbalgamer weer losgebarsten in de winkel. Uiteraard gaat EA's FIFA die winnen. En ja, misschien ook wel terecht. FIFA heeft by far de meeste originele competities en teams in het spel zitten. De echte shirtjes, de echte stadions, met de journey zoals de echte ervaring. Maar PES, die gooit het weer van een andere boeg. Hoewel er ook genoeg echte competities in zitten. Bijvoorbeeld de Nederlandse, om maar iets te noemen. De Franse. Ze hebben ook bij Konami's PES hebben ze de rechten van de Europa League, van de Champions League. Vorig jaar kwamen ze met een gratis DLC in verband met het WK dat gespeeld werd. Maar wat PES eigenlijk vanaf het begin al heeft gehad en wederom heeft, is uitstekende gameplay. En zo ook in PES 2017. De spelers bewegen over het veld op een toch iets vlottere, soepelere manier dan dat ze bij de concurrent FIFA doen. Hoewel FIFA de laatste paar jaar natuurlijk ook flinke stappen heeft gemaakt. Ze hebben gekeken naar de gameplay van PES en omgekeerd heeft PES dan weer gekeken naar de hele ervaring van FIFA. De dingen om het veld heen, het opkomen van de spelers, de vele camera's. Je kent het allemaal wel. En ook dat zit goed in elkaar. Wat ook goed in elkaar zit in de nieuwe PES is de soundtrack. Hoewel er niet zo een overdaad aan nummers is als bij FIFA. Hoewel, dat klinkt slecht, maar dat is natuurlijk heel goed als je een game speelt, dat er de hele tijd leuke nieuwe deuntjes komen. Dus bij PES zijn ze ook leuk. Ze zijn iets minder, maar dat is een van de vele voorbeelden hoe die twee gameseries, voetbalgameseries, de grootste, de enige voetbalgameseries die er op dit moment jaarlijks uitkomen, steeds dichter naar elkaar toekomen. Maar dit jaar, net zoals vorig jaar, is wat mij betreft de balans, hoewel ik FIFA niet zo intensief heb gespeeld, wel de demo helemaal kapot gespeeld, maar de game zelf niet. Maar toch voelt PES alsof het een iets, wat ik al zei, vlottere gamestyle kent. De gameplay is intuïtiever, reageert beter. Nou ja, het moet geen vergelijking worden van de twee series, maar zo is, ja, dat is hoe ik het ervaar. En ja, ik geniet ontzettend van de twee grote modes die PES heeft. De My Career Mode, waar je eigenlijk een manager bent die zijn ploeg aanstuurt. En daarbij natuurlijk ook speelt. Je koopt spelers aan, je verkoopt spelers. Allemaal met de echte teams die er nu zijn. En als je dan een avondje wat namen veranderen hebt, zoals ik. Want ja, je krijgt niet de echte naam van de teams in bijvoorbeeld een Engelse competitie of een Spaanse competitie. Een paar teams zoals Liverpool en Barcelona hebben een overeenkomst met Konami om wel hun echte kits en stadions en zo in het spel te doen. Maar ja, de meeste helaas in deze grote competities, die hebben dat niet. Wel de echte spelers, maar je zult dus even een half avondje moeten ploeteren om de teamnamen te veranderen van London East en Red West en weet ik het wat allemaal, naar dingen zoals we kennen Everton en Manchester United en noem het allemaal op. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan, zoals ik al zei, de spelersnamen, die zijn wel gewoon echt. Het uiterlijk van de spelers is, nou ja, gewoon echt heel strak gedaan. Heel mooi. Ik weet dat het in FIFA ook heel mooi is, maar hier is het echt, echt heel mooi. En daardoor maakt het eigenlijk niet uit dat het in eerste instantie niet de echte teamnamen zijn. En als je het gaat spelen, ja, dan voel je wel
Zo'n wedstrijd tegen bijvoorbeeld een Manchester United met Ibrahimovic. Je voelt als dat hij in het spel staat. Je ziet het ook. Het is net zoals bij NBA bijvoorbeeld. Dat het er steeds meer naartoe gaat. Dat elke speler individueel anders is, anders loopt. En dat was natuurlijk in de tijd van FIFA 98, waar ik deze review mee begon, heel anders. Daar waren het eigenlijk gewoon 11 identieke spelers met een ander pakje aan, een ander kleurtje, die je kon besturen. En nu, wat ik al zeg, zeker in My Career Mode, is het ja, gewoon een genot om naar te kijken. En elke keer weer als je een speler aan de bal hebt. Ik speelde eerst met Liverpool. Daar heb ik Klaassen naartoe gehaald. Die speelde uitstekend. Maar dan zag je een klein blond mannetje, vlot, technisch goed. Toen was ik overgestapt naar Arsenal. Nu is het bijvoorbeeld Özil. En je herkent gewoon de speler en je voelt hem aan als je dan aan de bal bent. Wat ook beter is in dit deel vergeleken met het vorige deel van PES zijn de scheidsrechters. Die zijn niet meer zo pietluttig dat ze voor elk wisselwasje fluiten. Sterker nog, ze laten vrij forse tackles doorgaan. Soms zorgt het voor wat frustratie, maar aan de andere kant zijn ze wel consequent in. Dus het is altijd een beetje laks. Maar ja, liever te laks, zodat je lekker door kan voetballen dan te streng, zoals het de vorige editie helaas zo was. Wat ook in de vorige PES het geval was, is dat het ontzettend traag was tussen de wedstrijden door, maar ook in het menu zelf. En je moest wegklikken, dat duurde dan weer. En dat laden, daar is nu echt aan gewerkt. Ook bij het opstarten van de game, het gaat allemaal iets vlotter. Ik krijg nog steeds wel zo'n overzicht van alle meldingen te zien, maar vergeleken met het vorige deel is het echt stukken beter. Wat ook beter is, zijn de penalties. Penalties gaan niet meer zo bizar vaak mis als vorig jaar. Natuurlijk nog een keer af en toe, weet je wel, dan mis je. Maar over het algemeen gaat het beter. Het lijkt wel of de vrije trappen moeilijker zijn geworden ten opzichte van vorig jaar. Het zij zo. Wat ik al zei, de My Career Mode heb je aan de ene kant. En aan de andere kant heb je de My Club Mode. En dat is wat meer, net als FIFA's Ultimate Team. Dat je eigenlijk een beetje random spelers krijgt. Die je dan moet vormen tot één winnend team. Is leuk. Zeker dat hele gokaspect. Dat je een soort van rad van fortuin ziet. Waarbij die dan een gesloten speler een soort bolletje pakt. En daar komt een echte speler dan weer uit. En daarmee vorm je dan een team. Je kiest dus een echte club, zoals in mijn geval is dat Ajax. Maar het had ook PSV kunnen zijn of Feyenoord. Waarbij je dan die vult met spelers zoals Aguero, die dan op huurbasis komt. Veldman, die je dan uit zo'n loting pakt. Noem ze allemaal op. En natuurlijk ook onbekende spelers, want daar... Dat is het leuke van deze mode. Maar ik moet zeggen, ik heb veel meer tijd doorgebracht in de My Career mode. Maar ook online. En online is het ook weer verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Het gaat iets sneller, hoewel het nog steeds lang duurt. Daar is FIFA wel echt koning in die matchmaking. Hop. En je hebt een online wedstrijd. Dus voor de online ervaring zou ik zeggen, het draait allemaal wel bij PES. Het is stabiel, maar het is... behoorlijk, het duurt wat langer. En dan heb ik nog een hele snelle internetverbinding. Je moet maar afwachten hoe het natuurlijk is als je dat als je een wat tragere verbinding hebt. Maar goed, online, het werkt. Het heeft niet zoveel pracht en praal als bij FIFA, maar zeker door het ontbreken van die echte teamnamen. Hoewel, ik heb wel gemerkt, als je een teamnaam verandert in de game, dat hij dan ook in bijvoorbeeld een cup die je al speelt, of online, dat het dan ook gewoon de echte naam wordt. Althans, de naam waar je hem in veranderd hebt. En wat de spelers betreft, die zijn over het algemeen 99% zijn al echt. Dus die hoef je dan niet te veranderen en lijken ook echt op de echte speler. Ik heb geloof ik alleen maar Lewandowski moeten veranderen. Nou ja, het zij zo. Op een gegeven moment zag ik een mannetje van het 90 in de spits. Ik denk, hé, die speler ken ik niet. Als voetbalfan, dat bleek ook een nepnaam te zijn voor onze vriend Robert. Goed, genoeg over al die kleine dingetjes. De algehele feeling van de game. Wat ik al zei in mijn intro. Dit is misschien wel, zo niet, de beste voetbalgame die ik ooit heb gespeeld. Qua uiterlijk, qua gevoel, qua hoe het eruit ziet rondom, hoe de spelers bewegen in het veld. Het is nog nooit zo mooi, zo vlot, zo overtuigend geweest. Daarom, en alleen daarom, geef ik PES 2017 een dikke aanrader met een 9.0.
Ik moet zeggen, voor alle FIFA-adepten, uiteraard. Het is ook een goede game. En als ik hem had gekregen, dan had ik hem ook zeker kapot gespeeld. En waarschijnlijk ook net zo vet gevonden. Maar nu geef ik eventjes een dikke thumbs up naar PES. Ga dat zien, ga dat spelen. En blijf ons volgen hier bij Multimedia, want we hebben niet alleen games, maar ook films en muziek en allemaal leuke televisieprogramma's. Dus blijf kijken. Multimedia. Wil jij ook op de hoogte blijven van de allernieuwste games en films? Geef ons een like en abonneer je nu op de YouTube-channel van Multimedia.